Goed dat jullie er weer zijn. 58ste Grand Round. Ik mag deze keer de honneurs waarnemen van Jan Kramer. Die heeft helaas andere hele belangrijke beslommeringen. Dus ik ga even wat inleiden. We hebben een heel mooi onderwerp. Zorg voor privacy, met een uitroepteken. En zoals jullie weten, dataontwikkelingen gaan op dit moment erg snel. En het wordt ook steeds belangrijker. En het vastleggen en uitwisseling van die gegevens, ja, dat lijkt wel een beetje, zeg maar, het belangrijkste onderdeel van het hart van onze economie te worden. En dat geldt natuurlijk ook voor de zorg. Als je kijkt naar hoe wij onze data genereren, en dat neemt per jaar met ongeveer 20% toe. Op dit moment echt exponentieel, de data die we met elkaar genereren. En het wordt ook steeds belangrijker om die data uit te wisselen, met name ten aanzien van onze netwerkstrategie. Maar ook omdat mensen steeds meer zelf data genereren en zelf data natuurlijk aan ons uit willen geven. En hoe gaan wij daar als databedrijf, want dat worden wij ook steeds meer, hoe gaan we daar nou mee om? Dus als je kijkt in de media, dan wordt er veel over gesproken, over de privacy van onze gegevens, van de gegevensbescherming. En de stikjes met gegevens over onderzoeksgegevens rond patiënten die op straat komen te liggen. Het zal je maar gebeuren. Dat willen we natuurlijk niet. Dus dat soort zaken, van hoe ga je daar nou mee om? En als je in de media kijkt wie daar zich vooral ook mee bezighoudt, dan is dat onze eigen hoogleraar computerbeveiliging, Bart Jacobs. En daarom zijn we ontzettend blij dat hij bereid heeft verklaard om met ons thuis over dit onderwerp te spreken. Nou, we kunnen wel zeggen, Bart is op dit moment een van de kopstukken sowieso van de Radboud Universiteit. En met name op dit gebied is die landelijk dus ook grote bekendheid. Even een stukje inleiding daar rondomheen. Hij studeerde wiskunde en filosofie in Nijmegen. Je promoveerde op het gebied van de theoretische informatica. En daarna heb je een hele carrière gehad rond, en dat ging van Cambridge ging dat geloof ik naar Utrecht, naar Amsterdam. En in 1996 kwam je weer terug naar Nijmegen. In 2002 ben je hoogleraar geworden. En lid van de Academie Europea. Dat is een zeer prachtige lidmaatschap. En je hebt ook de ontvanger van de ERC Advanced Grant. Is ook nog geweest voor quantum computing onderzoek. Dus dat is ook zeer advanced. Dus zeer fijn. Nou, zoals ik al zei, kom je regelmatig in de media naar voren over het onderwerp rond de security en de privacy. En we zijn zeer benieuwd wat jij ons kan vertellen over die privacybescherming, hoe we daarmee omgaan, wat de essentie daar eigenlijk van is en wat de vertaling daarvan nou zou zijn naar de medische zorgverlening. Dat heb je aangegeven dat je daar in je inleiding op ingegaan en bij deze aan jou het woord. Dank u wel. Dank u wel, Kees, voor de vriendelijke woorden. Dank u wel allemaal voor de komst. Ik vind het leuk dat er zoveel belangstelling is voor dit onderwerp. U heeft, neem ik aan, de aankondiging gezien. U heeft iets van mijn cv gezien. U bent misschien een beetje nieuwsgierig. Ik ben wel benieuwd die nieuwsgierigheid even te peilen. En ik wil aan u vragen, wie durft toe te geven dat zijn of haar nieuwsgierigheid zo ver ging dat hij deze week in mijn medisch dossier gekeken heeft? Wie durft dat toe te geven? Niemand. Ik proef ook enige verontwaardiging hier in de zaal. Zo'n gevoel van, ja, maar dat doen wij toch niet? En hoe durft deze man te veronderstellen dat wij dit soort grenzen zouden overschrijden? Probeert u het eens vanuit mijn perspectief te bekijken. Ik heb met niemand van u in deze zaal op dit moment een behandelrelatie. Ik schat dat hier bijna 150 mensen aanwezig zijn. Ik denk dat een heel groot deel daarvan desondanks gewoon in mijn dossier kan kijken. Ik vind dit persoonlijk heel ongemakkelijk. Ik vind het professioneel heel slecht. Heel slecht. Om daar enige invulling aan te geven, heb ik een brief voor Leon Hassing. En mag ik even een microfoon? En Leon, wil je even gaan staan en het middengedeelte van deze brief voorlezen? Ja, dat is prima, Bart. Met leesbril? Ik moet de bril afzetten. Het middendeel. Welke personen of instanties... Even vooraan beginnen. Ja. Geachte heer Hassing.
Bij deze verzoek ik u vriendelijk, op grond van artikel 35 WBP, vooruitlopend op artikel 15 AVG, mij een overzicht te sturen van de volgende twee punten. 1. Welke personen of instanties hebben in 2017, in de periode vanaf 1 januari tot en met vandaag 18 september, informatie bekeken en of gewijzigd in mijn medisch dossier, zoals bijgehouden wordt door Radboud UMC? Tevens verzoek ik u bij ieder van deze benaderingen van mijn dossier de reden van toegang te vermelden. 2. Aan welke medische verzamelingen buiten het Radboud UMC, zoals Palga of andere databanken van derden, commerciële of niet-commerciële partijen, zijn ooit door Radboud UMC gegevens en of biologisch materiaal van mij verstrekt? Tevens vraag ik u bij ieder van die verstrekkingen de reden en de juridische grondslag toe te voegen. In afwachting, et cetera. Et cetera. Dank u wel, dank u wel. Is dit een rechtmatig verzoek? Ja. Wat gaat u hiermee doen? Ik ga eerst verifiëren of die van Bart Jacobs komt. Ja, ik zal naar de hand mij legitimeren. En dan gaan wij dit uitvoeren, zo goed als wij kunnen. Gaat u het uitvoeren? Heel fijn. Meneer Kees Buren, mag u vragen even te gaan staan? Wij kennen Leon als een zeer ijverig man. Ja. Hij gaat hier morgen vroeg direct mee aan de slag. Hij komt morgenmiddag uw kantoor binnenlopen en hij zegt... Potverdomme Kees, er heeft toch iemand in dat dossier van die vervelende Jacobs gekeken. Wat dan? Waar leidt dat toe? Ja, dan hebben we een probleem. Dan heeft u een probleem. Ja. Heeft u een probleem of heb ik een probleem? Ja, wij sowieso. En of dat ook tot een probleem voor u leidt, dat moeten we dan nog bekijken. Ja, wat gaat u aan doen? Wat gaat u aan doen? Nou, het eerste bekijken natuurlijk wie degene is geweest die dat... Ja. En ook proberen te achterhalen waarom die in het dossier heeft gekeken en wat hij daar vervolgens mee ja, heeft Ja, laten we zeggen, het is iemand die heeft het uit pure nieuwsgierigheid gedaan. Er is geen enkele medische grondslag om dat te doen. Wat gaat u doen? Ja, in principe krijgt zo'n iemand een reprimande. Want hij moet een reprimande slechts? Nou ja, uiteindelijk... je zou daar goede procedure rondomheen moeten hebben als organisatie. Maar die heeft u niet? Ik probeer het meteen concreet te maken. Nou, we hebben hem wel, maar laten we zeggen, de organisatie weet het nog niet. Of onvoldoende. En wij handhaven hem nog niet op de wijze zoals we eigenlijk zouden moeten. Ja, nou wordt er in Epic van alle dossiers een log bijgehouden. Ik vraag nu expliciet om in die log te kijken van mijn dossier. Kijkt het ziekenhuis zelf wel eens in die logs? Weet u hoe vaak dat gebeurt? Incidenteel, Bart. Incidenteel. Ja. Kunt u iets specifieker zijn? Meer dan één keer per jaar? Oh ja, dat wel. Dat wel, ja. Als we zelf vermoedens hebben dat er misbruik is gemaakt, of als patiënten... Ja, als u vermoedens heeft. Ja. Maar niet structureel eigen op basis dus van... Ik schat zo in dat u hier in dit ziekenhuis 500.000 medische dossiers heeft. Een wilde schatting. Meer zelfs. Ik schat dat er misschien wel 10.000 mensen gewoon standaard in al die dossiers kunnen... De enige beveiligingsmaatregel die u heeft, is het controleren van die logs. En dat doet u niet uit uzelf. point made. Maar het is alleen een reprimande, even voor de zekerheid. Ik heb wel eens gevallen gehoord dat mensen hierom ontslagen zijn. Ja, 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 dat gebeurt hier niet? Hebben we dat al gehad, volgens mij? Dat gebeurt. Dat gebeurt. Ik kan nog niet... U kan het dus zeggen, dat was voor uw tijd. Waarschijnlijk, ja. Ja. En dat gebeurt zonder aanziens des persoons? Ik noem even een voorbeeld. Dat zou wel zo moeten, ja. Ja, dat zou zo moeten. Ik schiet mij in willekeurig iemand te binnen. Patholoog van Krieken. Dat is een uitzondering natuurlijk. Nee. Hey. Ja. Dank u beiden, dank u beiden. Ik wil beginnen met mijn lezing, dames en heren. Dit was bedoeld om de zaak enigszins op scherp te zetten. Mijn verhaal gebruik ik slides voor, die zijn in het Engels. Mijn hele vakgebied is in het Engels. En ik wil beginnen even iets te vertellen. Maar ik praat erbij in het Nederlands. Ik hoop dat u die disconnect, die cognitieve disconnect aan kunt. En mocht tijdens mijn voordracht uw verontwaardiging het stoom uit de oren komen, dan onderbreek mij vooral. Ik vind het leuker om daar meteen op in te gaan dan te wachten tot het einde.
Ik wil iets over mijzelf vertellen in relatie tot de medische wereld. Ik ben betrokken geweest bij een aantal expertbijeenkomsten in de Senaat in 2009 tot 2011. U herinnert zich misschien dat het EPD, wat toen een groot issue was, unaniem afgestemd is door de Eerste Kamer. Dat is een grote schok voor het veld in zekere zin, maar waarvan ik toch het idee heb dat het niet zo heel veel uiteindelijk impact gehad heeft. Ik sla een hele tijd over. Sinds ongeveer 2 jaar ben ik betrokken bij een grote studie hier ook in het ziekenhuis, op het gebied van Parkinson, samen met uw collega Bas Bloem. Dat is een project samen met het Amerikaans bedrijf Verily, een zusterbedrijf van Google. Wij voorzien daarin een speciale technologie, de zogenaamde PEP-technologie. Ik ben lid van een adviesraad van Kees, die een beetje slaperig bestaan leidt. Daarnaast heb ik vorig jaar een stichting opgericht die zich bezighoudt met identity management, waar een aantal van mijn onderzoeksideeën en producten in zitten. Die houdt zich ook bezig met medisch gebied. Is mogelijk voor het ziekenhuis ook nog wel interessant in relatie tot mijn Radboud en dat soort activiteiten. EPD is een belangrijk onderwerp geweest op dit gebied. Ik haal een oude cartoon tevoren die ik nog steeds wel prachtig vind. Het aardige hiervan vind ik ook wel, deze cartoon verscheen in 2009 in de Kids Week. Nou, sommige van u zullen misschien kinderen in die leeftijd hebben gehad. Dat is een krantje, een erg leuk krantje voor kinderen tussen 12 en 15 jaar. En zelfs daarin verschenen dit soort cartoons om aan te geven hoe belangrijk het onderwerp destijds was. Ik wil iets over privacy zeggen. Privacy is een moeilijk onderwerp. Wordt vanuit juridisch, filosofisch, technisch perspectief naar gekeken. Ik ga proberen in 1 slide u daar een beeld van te geven. En ik baseer me op een Amerikaanse filosoof Helen Nissenbaum. Het uitgangspunt van haar gedachte is dat we allemaal in verschillende contexten leven. We kennen de werkcontext, we kennen de thuiscontext, de sportclub, de kerk misschien of wat dan ook. En het is eigen aan ons dat we in verschillende contexten verschillende dingen van onszelf laten zien. Wat je thuis aan je partner laat zien is waarschijnlijk toch iets anders dan je op het werk laat zien. En net zo goed wil je bijvoorbeeld wat je aan je dokter vertelt in een medische context houden. En voorkomen dat bij de Albert Heijn in 1 keer naar voren komt. Nou, je zou kunnen zeggen dat is de essentie van privacy. Mevrouw Nissenbaum gebruikt daar het woord contextuele integriteit voor. En zij wijst erop, en ze heeft daarin denk ik een heel goed punt, dat mensen upset raken of gewoon boos als die contextualiteit gebroken wordt. We hebben daar voorbeelden van gezien in Nederland, in de bankenwereld. Een aantal jaar geleden kwam er buiten dat de ING onze bankgegevens wilde gaan verkopen aan andere partijen. Toen was de wereld te klein. Waarom eigenlijk? Nou, we begrijpen allemaal dat banken veel van ons weten, al onze financiële transacties kennen. Dat accepteren we ook, want dat hoort bij die context. Maar als nou in 1 keer blijkt dat die banken die gegevens uit die context ergens anders willen gaan gebruiken, dat leidt tot erg veel ongenoegen. TomTom heeft iets vergelijkbaars gehad. Het was een broodje aan verhaal, maar er was naar buiten gekomen het verhaal dat TomTom gegevens aan de politie door zou geven voor snelheidsovertredingen. Bleek niet te kloppen. Een ander verhaal, wat daar even aangestipt wordt, is wel relevant. Moderne scholen, lagere scholen, gebruiken nauwelijks meer boeken, hebben allerlei online middelen waar die kinderen allerlei testjes in doen. Op een goed moment kwam naar buiten dat de uitgevers van die boeken tot in detail van ieder kind in Nederland konden bijhouden hoe goed dat, of slecht ieder kind het deed op welk testje. We hebben toch een soort naïef idee dat een onderwijsomgeving een beschermde omgeving is waarin mensen fouten moeten kunnen maken zonder dat dat consequenties heeft. En daarvoor, toen dat naar buiten kwam, waren ook heel veel ouders geschokt. En daar wordt inmiddels wat aan gedaan. Dus als je het zo uitlegt, is mijn ervaring dat hecht iedereen aan privacy.
We hebben de afgelopen jaren wel verhalen over ons heen gekregen van politiechefs die privacy omschrijven als de schuilplaats van het kwaad. En dat soort nou, niet erg behulpzame omschrijvingen. Maar dit is de beschrijving die veel mensen herkennen en die hier denk ik het meest relevant is. Het is ook interessant om te kijken naar de Googles en de Facebooks, wat zij hiermee doen. En het grote ongemak wat zij veroorzaken heeft er veel mee te maken dat zij ons ertoe dwingen of proberen ertoe te verleiden om overal in te loggen met dezelfde loginnaam en identifier. Waardoor zij al onze activiteiten op Google Maps, bij het zoeken, bij weet ik wat allemaal, aan elkaar kunnen linken en daar vervolgens hun conclusies uit kunnen trekken. Dus juist het doorbreken van contexten is wat hun activiteiten zo ongemakkelijk maakt. En het idee dat je in verschillende contexten je anders voor kunt doen, is heel essentieel voor menselijke ervaring. En Mark Zuckerberg, de grote baas van Facebook, heeft hierover een keer gezegd: having two identities for yourself is a lack of integrity. Nou, ik vind het een lack of integrity om dit soort dingen op te merken. Natuurlijk zegt hij dit vanuit puur commercieel belang, maar het is wel goed om dit perspectief en deze kijk hierop voor ogen te houden. Ik wil iets over de huidige stand van zaken zeggen. De eerste slide is misschien een heel klein beetje college voor u. De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Wat staat daarin? Het gaat over de interactie tussen patiënten en artsen. Als het goed is, moet u dit allemaal tot in de puntjes weten, maar ik ben zo vrij toch even voor u te herhalen, waarbij ik natuurlijk de eigen nadruk leg. De professionals, zorgprofessionals hebben we dan, moeten hun patiënten informeren en om consent vragen bij ingrepen. En patiënten hebben ook een taak hierin en die moeten naar waarheid hun artsen inlichten en naar volledigheid. Medische professionals hebben een dossierplicht, staat in de WGBO. Wat houdt dat in? Zij moeten dus een dossier bijhouden van iedere patiënt. En daar zijn ze voor verantwoordelijk. Daar zijn ze ook voor aansprakelijk, voor dat dossier. Zij moeten als arts zorgen voor de vertrouwelijkheid van de informatie in dat dossier en de integriteit van de informatie. Dat daar niet mee geknoeid kan worden. En patiënten hebben recht op toegang tot dat dossier. Zij mogen vragen om inzage, zoals ik daarnet gedemonstreerd heb. En daar moeten instellingen aan voldoen binnen redelijke termijn, meneer Hassing. U weet ongetwijfeld de termijn, 4 weken inderdaad. Tegenwoordig moet je zeggen, die dossiers worden nauwelijks meer door artsen zelf onderhouden. Waarschijnlijk daardoor is dat idee dat u een zorgplicht heeft als arts op dit gebied, voor dat dossier bedoel ik, enigszins verwaterd misschien. In grote ziekenhuizen zijn die verantwoordelijkheden overgenomen door de ziekenhuizen zelf, die dat vervolgens weer gedelegeerd hebben naar grote, typisch Amerikaanse partijen, zoals Epic, maar er zijn ook Nederlandse leveranciers op dit gebied. Huisartsen werken typisch met van die HIS, huisartseninformatiesystemen, die hun gegevens ook ergens anders neerzetten. Ik wil hier helemaal niet suggereren dat dit op zich fout is, maar je moet dit contractueel heel erg strak regelen. Ik was een tijdje geleden in Amerika. Toen hoorde ik een advertentie van Epic, toevallig op de radio. En die adverteerde ermee, gericht op managers van ziekenhuizen, van als u ons Epic-systeem neemt, krijgt u van 4 andere ziekenhuizen de gegevens er cadeau bij. Dat vond ik toch een heel merkwaardige constructie. Ik dacht van, wij hebben in Nijmegen ook Epic. Worden onze Nijmeegse gegevens ook cadeau gedaan aan andere ziekenhuizen? Is dat in het contract uitgesloten? Ik heb hier even als anekdote. Een aantal jaar geleden is geprobeerd door te vragen, hier in het ziekenhuis, waar staan eigenlijk de Nijmeegse gegevens die in Epic opgeslagen zijn? Staan die in Amerika of staan die in Nederland? Staan die in Nijmegen? Waar staan ze eigenlijk? Het heeft mij weken gekost voordat ik een antwoord kreeg. Er waren veel mensen in deze organisatie die geen flauw benul hadden. Ik heb als antwoord gekregen, het staat in Nijmegen, met kopieën ergens anders. En dat lijkt me verstandig. Ik weet niet of die informatie nog accuraat is, maar dat doet er even niet zoveel toe. Interessante ontwikkeling is als je naar medische apps gaat kijken. Hoe passen die nou in die dossierplicht? Ik kom daar later nog even op terug, maar je kunt hier een heleboel ongemakkelijke vragen bij stellen. Wie krijgt eigenlijk die gegevens van die apps?
Als u een app van Google of Apple installeert, nou reken maar dat de gegevens naar Apple gaan. Of naar Google. Voldoet u dan nog aan uw dossierplicht? Ik denk het niet. Maar ik heb dat zo wel eens rondgevraagd aan kennissen in de medische wereld. Maar daar is niemand zich van bewust. De vraag die je hier moet stellen is, blijven deze gegevens in context? Nou, ik denk het niet dat ze naar Google gaan. Ik kom daar nog op terug. Is het wettelijk? Dat is een hele interessante. Een vraag ook die vaak naar voren komt in deze discussies, waarbij patiënten zeggen, ja, maar het zijn toch mijn gegevens? Waarbij medische professionals nog wel eens geneigd zijn en zeggen, nee, nou ja, ik beschouw ze ook als mijn gegevens. Hoe is dat juridisch eigenlijk geregeld? Denk even voor jezelf, van wie zijn de gegevens eigenlijk? Hoe is dat geregeld in Nederland? Wie weet het? Dat vind ik wel opvallend. Hè? Ik wil het niet heel pijnlijk maken, maar dat is toch een cruciaal punt van uw werk. Hè? Het is in Nederland niet geregeld. Nou, in de volgende zin, er is niet afgesproken, het is opengelaten van wie de gegevens zijn. Maar wat er wel afgesproken is, de professional is verantwoordelijk en de patiënt heeft rechten. Dus de eigendomsvraag wordt omzeild, maar er worden op een andere manier dingen vastgelegd. Dus mocht u nog eens een keer in de discussie komen, ja, maar het zijn nog mijn gegevens, kunt u zeggen, nou, dat is niet geregeld. Iets over medische professionals. En hier staat nadrukkelijk tussen haakjes iets bij wat gebaseerd is op eigen ervaring. Dus dit is geen wetenschappelijke studie. Maar het is toch wel leuk om even mee te confronteren. Wat weten ze goed en wat weten ze minder goed op dit onderwerp? Nou, mijn ervaring is dat medische professionals een goed gevoel hebben voor privacy, one-to-one, in een één-op-één relatie met hun patiënt. Dat begrijpen ze heel erg goed. En ook dat ze op feestjes niet moeten gaan vertellen over individuele patiënten die ze behandeld hebben, dat is allemaal wel goed tussen de oren. Wat ze niet goed kunnen is, mijn ervaring, en in die hoedanigheid praat ik nog wel eens, namelijk met medische professionals, is op een gestructureerde, analytische manier over dit soort zaken nadenken. Het strategische belang van gegevens en van gegevensstromen, ik kom daar later nog wel even op terug, is niet goed aanwezig in deze sector, is mijn ervaring. De gevoeligheid voor dit hele probleem is ook maar matig aanwezig. Ik krijg snel de reactie, wat doe je nou toch moeilijk? Wij zijn toch de good guys? He, wat doe je nou moeilijk? He? Dat deze good guys, die je ongetwijfeld allemaal bent, met enorme accessrechten, ondertussen vaak al die gegevens doorgeven aan andere partijen om maar weer meer onderzoek te gaan doen, is iets wat dan onder tafel blijft. The wider picture, het grotere verhaal. Ik begrijp allemaal, u bent razend druk in uw operationele werk, maar bij die operationele focus gaan dit soort structurele dingen verloren. Het is een beetje vergelijkbaar, ik hoop niet dat u daardoor beledigd bent, maar bij politiemensen kom ik dit ook nog wel eens tegen. Daar word ik ook nog wel eens gevraagd om een praatje over privacy te houden. Dat is moeizaam. Dat kan ik u vertellen, dat is moeizaam. Politiemensen zijn erg operationeel gericht. We moeten toch boeven vangen. Ik heb wel eens gewoon na 2 minuten werd ik al onderbroken. Waarom nou zo moeilijk doen? Waarom schieten we niet alle Nederlanders een chip in de nek? Dan is het probleem toch opgelost. Dit soort houdingen, nou, die ben ik gelukkig nog niet in de medische wereld tegengekomen, maar erg pragmatische oplossingen hebben hier toch vaak snel een voorkeur. In het onderwijs heb ik ook hiernaar eens nagevraagd, komen deze structurele aspecten niet, zover ik weet, naar voren. Als het wel zo is, ik laat mij graag corrigeren. Ik heb een dochter die in Utrecht studeert, geneeskunde, heb ik het ook aangevraagd. Daar komt het ook niet aan de orde, dus u bent niet de enige. In onderzoek, als academisch onderwerp, zie ik het ook niet. Deze faculteit heeft wel een afdeling medische informatica gehad, maar die is gesneuveld op enig moment. Maar dit soort issues komen niet aan de orde. Je kunt misschien denken, ja, maar we hebben toch zo'n mooie Reshape Club. Nou, dat is de verkeerde manier om daar tegenaan te kijken. Ik omschrijf even zo. Het zijn daar mensen die heel, heel opgewonden raken van knipperende lichtjes. En vooral als er Apple naast staat.
Maar over fundamentele discussies over dit soort dingen moet je daar niet zijn. Ik weet niet wie ik nu allemaal beledigd heb, maar dat zien we dadelijk al. Een aantal nieuwe ontwikkelingen die ik even wil noemen. Ik wil u echt even een breder perspectief schetsen. Beetje anekdotisch. Er zitten veel mensen van mijn generatie die deze film nog kennen. All President's Man. Met Robert Redford. En wie is die andere ook alweer? Dustin Hoffman. Heel goed. Heel goed. Zij waren het Watergate-schandaal aan het ontrafelen. En ze hadden een geheime bron. En die bleef maar tegen hun zeggen, follow the money, follow the money. Dat legde dus de machtsstructuren weer. Die geheime bron bleek later een FBI-directeur te zijn, wat het nog interessanter maakte. Maar tegenwoordig moet je zeggen, follow the data. Als je de machtsverhoudingen in de samenleving nu wil begrijpen, moet je zeggen, follow the data. Daar komt het op neer. En maatschappelijk hebben we allerlei meldingsplichten en toezichtsorganen, weet ik wat, allemaal ingericht om de financiële stromen enigszins onder controle te houden en daar zicht op te houden. En mijn opvatting is dat het reguleren van dit soort dataflows echt nog in de kinderschoenen staat en dat daar nog veel moet gebeuren, ondanks de nieuwe wetgeving die er nu wel aankomt. Ik wil dit punt ook wel even noemen, omdat ik gebruik dit voorbeeld nog wel eens in een discussie over privacy en ik denk dat het hier inderdaad wel passend is. In bijna alle geciviliseerde landen is het verboden om je eigen organen te verkopen. Waarom eigenlijk? Ik moet de hele dag akkoord klikken of van alles en nog wat. En dit gaat over mijn eigen organen. Waarom mag ik dit nou niet zelf beslissen? Dat is ontzettend betuttelend. En als je daar even over nadenkt, dan komt u waarschijnlijk wel tot het inzicht dat ja, dit toch echt bedoeld is om mensen tegen zichzelf te beschermen. Met name om armere mensen tegen zichzelf te beschermen, dat ze niet op een gegeven moment in zo'n vervelende situatie komen dat ze geen andere nooduitgang voor zichzelf meer zien dan maar een orgaan te verkopen. Dat willen we niet. Nou, ik zou er wel voor willen pleiten dat we misschien medische gegevens ook buiten de handel moeten plaatsen. Om mensen ook niet in de verleiding te brengen dat ze dit soort gevoelige gegevens op een gegeven moment gaan verkopen. Ik kan ook zeggen, het zijn mijn gegevens. Mag ik toch mee doen wat ik wil? Maar als ik besluit om mijn DNA-gegevens op het web te zetten, kan ik zeggen, dat is toch mijn besluit, maar kan het zijn dat mijn kleinkinderen geen hypotheek meer krijgen? Is het dan nog wel mijn besluit? Moeten we misschien daar toch niet als samenleving iets betuttelender mee omgaan om mensen daarin enigszins te beperken in wat ze ermee kunnen doen? Het is heel moeilijk, maar het uitgangspunt is denk ik wel goed om even vast te houden. Zeker als je nou ziet wat alle big IT-firma's aan het doen zijn. En dan bedoel ik in het bijzonder de big five. De big five moet je denken aan de Googles, de Facebooks, de Amazons, de Apples en de Microsofts. Ze gooien zich allemaal op de medische sector. In Nederland Philips. Philips is een mooi voorbeeld. Dat is een lampjesfabriek was het vroeger, maar nu hebben ze gezegd alleen exclusief medische dingen. Waarom doen ze dat nou? Nou, gewoon heel simpel. Winstmarges zijn het hoogste in de medische wereld, want die ziekenhuizen die kun je redelijk afzetten. Ik zeg het maar even heel simpel, maar dat is een belangrijke constatering. Een wat meer cynische constatering van mijn kant is de volgende. Zieke mensen zeuren niet over privacy en gaan overal mee akkoord. Als het gaat over het doorgeven van gegevens, want ze denken, ach ja, misschien helpt het, misschien kan ik er een ander mee helpen. Dus dat is wel heel fijn voor deze sector. Medische data zijn extreem waardevol. Ik weet niet in hoeverre u zich ervan bewust bent, maar buiten de medische context waar u dagelijks mee werkt, zijn medische data geweldig waardevol. Ik noem hier een aantal dingen. Voor commerciële doeleinden. Als mijn medische conditie bekend is, kan ik bestookt worden met hele gerichte reclames. En juist, mensen zijn misschien niet zo gevoelig voor reclames voor grasmaaiers, maar voor gerichte medische informatie, denk ik wel, kun je ze heel erg de verkoop beïnvloeden. Voor het vaststellen van financiële risico's. Als ik een hypotheek aanvraag, is het natuurlijk wel interessant om te weten wat mijn medische conditie is. Voor een gedeelte moet ik dat zelf opgeven. Ja, maar het is wel handig als je een iets groter dossier tot je beschikking hebt daarvoor om in te kijken.
Voor deze commerciële bedrijven storten ze ook steeds meer op de medische research sector. Verily is daar dus een voorbeeld van. En ze zijn er vrij duidelijk over dat het hen gaat om patenten en de commerciële opbrengsten die dat op gaat leveren. En uiteindelijk, en dat is een punt waar ik u toch ook voor wil waarschuwen, om ze uiteindelijk terug te verkopen aan de ziekenhuizen. Wat ik zie is dat de medische sector in mijn ogen toch behoorlijk naïef is in dit soort dingen. Ik heb hier een voorbeeldje genoemd, de Londense Royal Free Hospital. Dit is ook uitgebreid in het nieuws geweest. Heeft een contract met Google gesloten om van 1,6 miljoen patiëntengegevens gewoon aan Google te geven. Mensen is niks gevraagd. Doen we gewoon. De National Data Guardian, dat is de data protection, de gegevensbeschermingstoezichthouder in Engeland, die geldt niet als de strengste van Europa, maar die noemt dit inappropriate legal basis. Hier lopen allerlei rechtszaken over. En waarschijnlijk hebben die ziekenhuizendirecteuren zich laten inpakken door praatjes van Google op dit gebied. Er wordt in deze context gesproken over de Googleization of healthcare. Ik citeer van een collega uit Maastricht, die ik aan het eind eventjes zal noemen. Dit zijn een aantal constateringen. Die Big IT is bezig om enorme verzamelingen aan health datasets, gezondheidsgegevens, op te bouwen. Dat doen ze via apps. Daar doet u misschien wel aan mee, door het tegen uw patiënten te zeggen, gebruik deze app maar. Ondertussen bouwen Google en Apple verder aan hun databases. En door allerlei gratis diensten aan te bieden aan ziekenhuizen. Ik begrijp dat de verleiding voor u heel groot is om gebruik te maken van gratis diensten. Maar hier zit een businessmodel achter. Wat het verder verwarrend maakt, is dat deze organisaties gebruik maken van wat wel een publiek repertoire genoemd wordt. Ze gebruiken terminologie die typisch de overheid gebruikt om over gezondheidszorg te spreken. Wij willen het beste met de mensen, we zijn gericht op verbetering van de gezondheidszorg. Zeker die Amerikaanse bedrijven zijn ontzettend glad in dit soort dingen en overtuigd. Nogmaals, ik was een tijdje geleden in Amerika en ik zag daar een advertentie van 23andMe. Dat is het bedrijf wat DNA-informatie verzamelt. Zelfs ik was bijna geneigd om mee te doen. Zo glad was het. En verder appelleren ze ook bij individuen eraan van, ja, maar doet u nou mee en u wilt toch een goed burger zijn en bijdragen aan de maatschappij? Ja, natuurlijk, maar hier zit een andere agenda achter die zij niet noemen. Want vervolgens is de vraag, welke universiteiten en ziekenhuizen gaan straks toegang krijgen tot deze grote datasets? Zijn dat alleen de rijken, met diepe zakken, want hier gaat voor betaald moeten worden? Zijn dat alleen de beroemde ziekenhuizen? Of zijn dat de ziekenhuizen die beloven nog meer data bij te dragen aan die datasets? En op een gegeven moment kun je de vraag stellen, hoe is running the show hier in deze sector? U kunt misschien denken, ja, maar wij hebben veel ervaring met de farmaceutische industrie. Daar zijn Big Pharma is ook een kreet in deze sector. Wij weten wel een beetje hoe we dat varkentje moeten wassen. Nou ja, dat is ook niet helemaal duidelijk of dat altijd wel zo goed lukt. Maar er is een fundamenteel verschil, want die farmaceutische industrie heeft maar één doel. Die willen winst maken op medicijnen. Begrijpelijk, dat is overzichtelijk. Maar die Big IT heeft veel meer doelen. Het is niet helemaal duidelijk waarom zij die medische gegevens gebruiken. Want ze hebben allerlei andere activiteiten daarnaast lopen. En ze zijn er steeds op gericht om al die activiteiten met elkaar te verbinden en in elkaar over te laten lopen. Ik verwijs hier naar een artikel van een collega uit Maastricht, Tamar Charon. Zij zit op afdeling filosofie en doet interessant werk op dit gebied. People and their tools. Ik kom aan het einde wat ik bedoel. Dat is een grote vraag waar u in de praktijk dagelijks mee te maken heeft. In welke mate moeten nou de tools, ik bedoel de software, de computersystemen waar ik mee werk, moeten die nou zorgen voor privacybescherming of moet ik het doen als gebruiker? Nou hier, waar al die dossiers, die half miljoen dossiers gewoon openstaan, moet u het doen.
Ik snap niet dat het systeem niet bijhoudt. Op enige wijze is hier sprake van een behandelrelatie. Dat kan, maar is moeilijk, weet ik. Ik heb in het verleden een afstudeerder gehad, die heeft hiernaar gekeken, want je hebt second opinions en artsen worden ook nog wel eens ziek. En het is moeilijk om dat allemaal te formaliseren. Maar je kunt altijd een noodknop maken waarbij een arts zegt, ik wil nu bij dit dossier, ik weet dat dit extra gemonitord wordt en ik geef even mijn reden in één regel waarom ik dat nou wil. Maar in plaats daarvan wordt alles gewoon opengezet. De tools die u aangereikt worden vanuit die big IT-wereld zijn gericht op frictionless sharing, zoals de Zuckerberg van deze wereld dat altijd noemen. Maar dan bedoelen ze vooral sharing met hun. WhatsApp wordt veel gebruikt in de medische wereld. Ook voor fotootjes. Ik sprak een tijdje geleden aan een arts. Die zei, ik neem vaak een fotootje tijdens de operatie. Dan vraag ik even aan de collega of ze even mee wil kijken. Had een iPhone natuurlijk. Dus die komt in de iCloud te zitten. Hij heeft thuis ook een Apple TV. Dat is allemaal gesynchroniseerd. Die TV laat automatisch wel eens allerlei foto's zien als hij in een standby mode staat. En dus af en toe komen daar thuis in één keer van die operatiefoto's tussen de vakantiekiekjes voorbij. Dit lijkt me toch een aardige vermenging van contexten. Waar ik het in het begin over had. Die apps zijn gericht op een gegevensverzameling, waarvan ik al zei, een spanningsveld met uw dossierplicht. Een probleem is natuurlijk dat alternatieven zijn er of niet, of die zijn onhandig of duur. Het is lastig. Even in de hier in de zaal, wie gebruikt er secure mail systematisch hier? 1, 2, 3... Een aantal mensen, ja. Goed. Maar het is een strijd om dat ingevoerd te krijgen. Ik realiseer het me heel goed. Security technology slows you down. Als je iedere keer in moet loggen, dat is vervelend. U staat onder grote tijdsdruk, ik weet het. Maar dit totale gebrek aan compartimentalisatie in de zorg vind ik waanzin. Waanzin en volgens mij ook binnenkort onwettig. En uiteindelijk, denk ik, is het een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het management en u als professionals om hier een goede invulling aan te geven. U kunt wel zeggen van ja, het management moet het maar opleggen, maar vaak als het van bovenaf komt, dan wordt het toch minder gevolgd. U heeft ook een duidelijke verantwoordelijkheid. Kijk maar naar Epic, waar u allemaal zelf bij komt. Ik denk dat dit vakgebied tussen medical IT, security en privacy echt moet professionaliseren. Voor externe redenen. Dat is mijn één laatste slide. Dan komen conclusies. Er komt strenge Europese wetgeving aan. De GDPR, de General Data Protection Regulation. Die vereist meer transparantie. Er moeten privacy impact assessments komen. Er moet veel meer geformaliseerd worden op dit gebied. Voor interne redenen wil ik zeggen, van, er wordt steeds meer big data onderzoek gedaan in de zorg. Als dat net zo'n zootje gaat worden als nu het onderzoek is, met klapblokjes, met patiënt Jansen is nummer 1, patiënt Pietersen is nummer 2. U herkent het allemaal wel, of mensen die elkaar USB-sticks geven met patiëntgegevens. En daar komen incidenten van, bent u het vertrouwen van patiënten gauw kwijt en zullen ze niet meer willen bijdragen aan grootschalig onderzoek. Dat is in uw eigen belang om dit goed op orde te krijgen. En ik zou zeggen, ik denk dat we allemaal toch professionals zijn met een zeker gevoel voor de publieke zaak. Als u dat wil handhaven, zult u dit zelf in de hand moeten krijgen. En iets doen aan deze krachten van Big IT. Ik denk echt dat uw professional independence hier aan de orde is. Als u straks van uw eigen patiënten de gegevens moet gaan kopen bij de Googles en de Apples van deze wereld, tegen een prijs die zij bepalen, dan weet ik niet of we er echt mee gebaat zijn met z'n allen. Mijn conclusies zijn deze. Ik loop er nog even heel snel doorheen. The essential in privacy protection is keeping data in context. Leren om te denken in termen van data. Daar gaat het allemaal om. Als u met uw patiënt praat of een bepaalde behandeling of het gebruik van een bepaald tool afspreekt, waar gaan de data naartoe? Ik zou zeggen, maak medical security en privacy onderdeel van uw curriculum. Een sterker onderdeel, maar ook op academisch gebied is er hier veel interessant onderzoek te doen. Een van de interessante dingen van het
project wat ik doe met Bas Bloem, is dat er een interdisciplinaire samenwerking is tussen informatici en medici. Dat is moeizaam. Daar kan ik inmiddels een boek over schrijven. Maar het is wel heel belangrijk dat dat gebeurt. Ik denk dat ook een bredere sociaal-maatschappelijk politiek debat over dit soort zaken nodig is. Jan Kramer is erg gespitst op dit soort onderwerpen. Hij kon er vanmiddag echt niet bij zijn, maar hij had de slides al bekeken. En ik denk misschien ook wel een interessante, als of je zorg voor data, mijn titel, misschien ook onderdeel wil laten zijn van je profiel als ziekenhuis. Wij gaan in Nijmegen zorgvuldig met uw gegevens om. Dat is misschien ook nog wel een uniek selling point. Misschien ook wel een gevaarlijke, maar wel een interessante. Daarmee wil ik afsluiten en u danken voor uw aandacht. Ja, Bart, reuze bedankt voor je inleiding. En met name ook door de bevlogen wijze waarop je dat hebt laten zien. En ja, die ongemakkelijke vragen, die merkte ik zelf ook. Dus ik heb heel goed op zitten letten. En ik neem aan dat velen van jullie dat ook gedaan hebben. Met name dus de mensen, denk ik, ook wel van Reshape, die ook wel geprikkeld zijn. Dus ik neem aan dat er wel heel wat vragen zijn in de zaal. Wie zou... Jan, zou je misschien willen gaan staan? Dan... Het microfoon moet erbij voor de opname. Fantastisch mooi verhaal, dank u wel. Ik heb een vraagje. Als u met een acuut medisch probleem in Stadskanaal op de eerste hulp komt, terwijl u hier onder behandeling zou zijn, dan kunnen ze in Stadskanaal niet bij uw gegevens komen. Dan moet er gebeld worden. Check. En dan worden uw gegevens gefaxt naar Stadskanaal. Ja, ja. Alles in het kader van de privacy. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, ik kan u verklappen dat ik vlak voordat de Eerste Kamer de EPD-wet afgestemd heeft, een opinieartikel had in de NRC waar ik ervoor pleitte om het wel aan te nemen. Want ik zie die functionaliteit wel. En ik had liever een systeem waarbij er publieke controle op was, dan dat het nu volledig een privaat initiatief is geworden. Een totaal gefragmentiseerd. Natuurlijk, er moeten bepaalde functionaliteiten komen, maar niet op een manier zoals in die ziekenhuizen, zodat alles opengezet wordt. Als u die functionaliteiten wilt als medisch professional, lijkt me volkomen terecht, maar moet u accepteren, vind ik ook, dat daar adequate security technologie bij hoort. En dat u die ook gewoon zorgvuldig moet gebruiken. Is dat in Scandinavië, voor u bekend, is wel goed geregeld? Want daar hebben ze inderdaad een algemeen medisch dossier ook, hè, wat voor alle zorgverleners toegankelijk is? Of? Nee, ik ken de situatie in Scandinavië niet in detail om daarop te kunnen commentariëren. Er was daarachter nog eentje, geloof ik. Dankjewel voor een heel mooi verhaal. Ik had één aanvulling en een vraag. De aanvulling is dat ik bang ben dat Big Pharma ook bezig is met grote databases. Ja, het komt samen in zekere zin. Ja, want ze hebben heel veel belang bij de farmacogenetica en al het onderzoek wat ze op dat gebied doen, beheren ze zelf. En de vraag is eigenlijk, je noemde net, zorg voor data is een unique selling point voor Radboud UMC. Daar ben ik helemaal mee eens. We zijn innovatief en we denken dat we veel projecten die we op e-health gebied kunnen uitrollen in Nederland. Maar dan komen we met het volgende punt, dat er data van patiënten van andere ziekenhuizen onder ons beheer komen. Mm-hmm. We hadden het er laatst over. Wat zou jouw advies zijn? Wie moet die data gaan beheren? Moet dat het Radboud zijn? Dat vind ik heel mooi. Ik denk dat er uiteindelijk een authentieke, een eerste bron is, waar je misschien de verantwoordelijkheid dan bij neer moet leggen. Maar er moeten, denk ik, gewoon landelijke systemen komen dat zorgverleners makkelijker over en weer kunnen inloggen op elkaars systemen. Maar dat inloggen op een hele betrouwbare manier, die regelmatig gelogd wordt, is wel cruciaal. Laten we het even offline over hebben. Ja. Ja. Hier is nog een vraag. Ja. Twee zelfs. Zou je even willen staan? Dan, Op de eerste plaats wil ik zeggen dat ik het een prachtig verhaal vond dat u hebt verteld aan ons. En ik heb een vraag over uw antwoord op de vraag van mijn buurman.
al die data uit het Engelse ziekenhuis, 1,6 miljoen, die gaan dan naar Amerika. En de vraag was, als die nou geanonimiseerd of gepseudonymiseerd zijn, is dat toch anders? Begreep ik uw antwoord goed dat u zegt, nou, dat anonimiseren is in veel omstandigheden een illusie? Of is dat iets waar wij van uit moeten gaan? Dat dat eigenlijk niet kan. Nou, al haal je naam, geboortedata, initialen eraf. Om te beginnen is het goed, als ik even een heel klein college mag geven, een verschil te maken tussen anonimiseren en pseudonymiseren. Anonimiseren wil zeggen dat je nooit meer terug kunt. Dat je er een nieuwe identifier aan hangt, dat je nooit meer... Pseudonymiseren kun je terug. De medische gegevens zijn vaak zo identificerend dat daar heel snel toch een relatie te leggen is met andere activiteiten. Dus u moet niet de illusie maken, niet de illusie hebben dat dat heel veel helpt als het om grote datasets gaat. En zeker niet als het gaat om grote partijen van Google-achtige proporties. Zeker als het bijvoorbeeld over DNA-gegevens gaat. Ja, die zijn uniek identificerend. Ja. Dus er maar vanuit gaan dat echt anonimiseren nooit waterdicht kan zijn. Nee, maar dat wil, niet zeggen dat u alle hoop op moet geven. En ik wil ook even noemen, pseudonymiseren. Goed pseudonymiseren is ook een vak geworden inmiddels, waar wiskundige technieken voor gebruikt worden die niet triviaal zijn. Dus het is niet een kwestie van we halen de cijfers van de postcode af of de letters van de postcode af en we plakken daar de geboortedatum achteraan. En dat is, dan hebben we een pseudoniem. Dat is flauwekul. Dat is echt flauwekul. Daarom moet je cryptografische technieken tegenwoordig voor gebruiken. Dat vereist de autoriteit persoonsgegevens ook. En dat is ook een punt waar het goed is om samen te werken met mensen die serieuze IT-achtergrond hebben. Daar wil ik nog wel één ding over zeggen. Wat ik ook wel een interessante ervaring vind in dat project met Bas Bloem, is dat de medische... Hierbij stoot ik misschien ook weer mensen voor het hoofd, maar ik zeg het toch enigszins ongepolijst, is dat de IT-afdelingen in ziekenhuizen hebben een uitvoerende rol. En medici kijken tegen die IT'ers ook vaak aan, jij moet doen wat ik zeg. Ik overdrijf heel erg, maar ik bepaal, jij moet gewoon uitvoeren doen wat ik zeg. In dit samenwerkingsproject met Bas Bloem en andere medici konden ze dat tegen ons niet zeggen. Want hij zei, dat toch in ieder geval op zijn minst collega-wetenschappers, waar ze enig de academisch, laten we zeggen, de respect voor hadden. Dus die omgangsvorm werd daardoor ook direct anders. En zeiden wij af en toe tegen hem, dat is onacceptabel wat je daar doet. Dus je moet daar denk ik ook in je eigen organisatie een andere structuur voor zien te krijgen. Dat die ICT-mensen, en misschien heb ik ze een beetje beledigd, maar mijn doel is juist om jullie positie te verbeteren, een steviger positie in de organisatie krijgen. En ik vind ICT moet echt op boardroomniveau vertegenwoordigd zijn. Want dat kan een organisatie maken of breken. Ja. Nog even tijd voor twee korte vragen. Jopie. Nou, ik ben heel benieuwd over uw visie over het persoonlijk gezondheidsdossier. U hebt het over samenwerking, IT, artsen. En je merkt dat de worsteling om te komen tot een goed en veilig PGD, dat is een lastige. En als ik u goed begrijp, dan is ook voor patiënten op dat terrein nauwelijks iets geregeld. Hoe kunnen we daar nu zorgen dat ook voor patiënten het belang van dat PGD en de samenwerking met artsen en IT'ers goed gaat lopen? Ja, kijk, voor patiënten is er inderdaad weinig structureels aan aanbod. Maar je ziet de Googles en de Facebooks en de Apples, die hebben allerlei aanbiedingen waar je als patiënt je gegevens naartoe kunt brengen. En die hopen dat er op een gegeven moment een soort van exportfunctie komt hier in het ziekenhuis, dat je je gegevens daaruit kunt halen en dan lekker bij hun neerzetten. En ik denk dat de enige manier om hier tegenover iets te zeggen, dat gewoon uiteindelijk op een publieke manier hier de zaken goed in orde komen. Ik verbaas me er op een vergelijkbare manier, ik maak even een uitstapje en ik kom zo terug, dat bijvoorbeeld gemeenten in Nederland niet met z'n allen wat geld bij elkaar leggen en dat er één open source systeem voor gemeentelijke automatisering ontwikkeld wordt, waar zij dan allemaal een klein beetje aan bijdragen.
In plaats daarvan zijn er een aantal commerciële pakketten die een paar honderd keren aan verschillende gemeentes verkocht worden. En hetzelfde speelt in de medische wereld. Ik denk dat de academische ziekenhuizen hierin misschien een voortouw zouden kunnen nemen en toch gezamenlijk een aantal dingen zouden kunnen ontwikkelen. Maar ik zeg er direct bij, ik heb in ieder geval zoveel gezien van de medische wereld, dat dat allemaal eilandjes zijn. En dat het extreem moeilijk te managen is. Maar daar moet dan wel echt hele strakke leidingen op komen. In die zin ben ik uiteindelijk een beetje pessimistisch. Of dat gaat lukken. Ja. Nou, met die noot ga ik dan toch maar even afsluiten. Het zal nog ontzettend veel energie vergen. Ook van alle koepelorganisaties. Ik zit in een aantal van die koepelorganisaties om te kijken hoe we hier nou met elkaar een antwoord op kunnen vinden. Dat zal nog wel heel erg pionier zijn. Ik weet zeker dat we je daar ook weer voor gaan vragen om daarover mee te denken. Kijken wat voor oplossingen daar zijn. Dus we komen over dit onderwerp zeker nog wel verder te spreken. Ik rond het hiermee af. Wil je nogmaals ontzettend bedanken voor je mooie vraag. Graag gedaan. En de uitdaging die je gedaan hebt naar ons allemaal, naar al onze professionals, om daar wat meer aandacht en energie aan te besteden. Dus nogmaals, mijn hartelijke dank. Graag gedaan. Dank u wel. Okay. En als dank, kijk eens, hebben we deze hele mooie bos bloemen. En ik hoop dat je nog even tijd hebt om nog even na te blijven, want we hebben de borrel klaarstaan. En dat is ook alweer een mooi moment om een beetje informeel met elkaar nog even na te praten over dit geheel. Daar nodig ik jullie ook allen voor uit om nog even te blijven en nog even met elkaar te spreken. En ook al even uit te nodigen voor de 59ste Grand Round. Een belangrijk punt daarbij is, die gaat niet plaatsvinden op, zoals we gewend zijn, de derde maandag van de maand, maar op de vijfde, dat is dus de laatste, is de 30ste oktober. En nog een ander punt daarbij is, hij zal niet plaatsvinden hier in de tuinzaal, maar in ons nieuwe, op dat moment dan net geopende tandheelkundegebouw. Dus daar willen we ook graag jullie voor uitnodigen. Berlusconi gaat daar zelf een verhaal houden, dus het zal zeker interessant zijn. En dan kunnen jullie ook gelijk kijken hoe prachtig dat gebouw geworden is. We zijn er met z'n allen zeer trots op. Dus komt allen ook de volgende keer. En dank voor jullie komst op dit moment. Goed. Applaus.